fijn om in Groningen te zijn. Groningen is het beste publiek ever. Ja hoor, Sfeer zit er goed in. Ja, welkom Groningen, welkom mensen die buiten Groningen kijken, via internet meekijken. Topnames, on tour hebben we het gedoopt, want we hopen nog heel vaak andere plekken aanwezig te zijn dan onze eigen studio in Amsterdam. Welkom bij Topnames. We hebben de hele dag voor mensen die thuis kijken, hebben we hier interviews gedaan met mooie Groningse ondernemers, mooie Groningse bedrijven. Dat staat later deze week allemaal on demand te zien, te bekijken via fastmovingtargets.nl of via ons YouTube kanaal. We beginnen eventjes met een rondje Groningen zoals het gedoopt is. Janno Duursma, jij bent van de Social Media Club Groningen. Tjitte Volkersma, Noordelijke Online Ondernemers. Ja. En Rutger van Zuidam. En je bent van veel, maar onder meer van de Hans Hogeschool. Ja, en Senanga en Hies. Ja, ja, daarom. Jouw rijtje was vier namen. Dat paste niet, in het scherm. Ja. Janno, als ik even met jou mag beginnen. Als jij Groningen moet karakteriseren als het gaat over dit onderwerp. Digitaal Groningen, hoe ziet dat eruit? Nou, heel positief. Ik vind heel professioneel. Ik vind dat er onderling een hoge gunfactor is. En ik vind dat men heel open en transparant met elkaar samenwerkt. Oh, ik zal even iets dichterbij. Dus daar ben ik heel positief over. Ik vind de gunfactor hoog. Ik vind dat mensen heel snel synergie, om maar eens een mooi woord te gebruiken. En kijk, Groningen is een beetje een eiland. Hè? Dus je hebt dan Zwolle, zeg maar. En dan een heleboel niks en dan zo Groningen stad. En uiteindelijk, je zoekt elkaar toch op. En het is een beetje een community van mensen die goed van elkaar snappen wat ze dan doen. En daarom sta ik er heel positief tegenover. Ja, ik heb die gunfactor, jij noemt hem twee keer, ik heb hem ook al een paar keer aan de bar gehoord. Mm-hmm. Is dat in jullie optiek, want je rijdt natuurlijk heel vaak naar Amsterdam, denk ik, is dat hier nou echt anders dan in het Westen? Ik denk wel dat Groningen een stad is waar mensen eerder elkaar even opbellen en dan zeggen van hé, ik kwam een leuke opdracht tegen. Eigenlijk past het niet helemaal binnen ons straatje. Ja. Het is niet helemaal hetgene wat helemaal op onze organisatie is. Is het misschien wat voor jou? Dat ze veel eerder toch proberen samen naar een opdracht te gaan. Misschien juist samen een bedrijfje te beginnen. En dat het in sommige andere steden eerder is dat ze zeggen van alles voor mij. En Tjitte, jij bent van de Noordelijke Online Ondernemers. Ja, de NO. Wat voor club is dat? De NO? Hoe noem je dat? De NO noemen we het gewoon lekker kort NO. Ja, de NO-NO's. Ja. Precies. Okay. Nee. En wat is dat voor club en wat voor rol speelt die club in het klimaat hier in Groningen? De club is puur een club van bedrijven die gewoon graag kennis met elkaar willen delen. Die met elkaar een biertje willen drinken. Die met elkaar willen sparren. Maar die ook gewoon op een eerlijk niveau met elkaar praten over van hoe sta jij er nou eigenlijk in? He, waar loop je tegenaan? Wat zijn je uitdagingen? Wie is je accountant? En hoe sta je er financieel voor? Maar ook zeker gewoon samenwerkingen gaan zoeken binnen de organisatie. Het is gewoon heel laagdrempelig. Er zijn geen moeilijke constructies of zware besturen. Het is gewoon vier keer per jaar met elkaar een biertje drinken. En zoveel mogelijk ook kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Het enige wat we hebben gezegd als club van we proberen een beetje gevestigde namen neer te zetten. Omdat je dan met elkaar een beetje met dezelfde eventuele problematiek zit. Met investeringen of met personeel. Of dat je een beetje dezelfde problematiek of dezelfde uitdaging hebt. Helder. Ik ga even door hoor. Rutger, jij onderneemt hier ook in de stad. Ja, zeker. Vanuit jouw perspectief, wat maakt Groningen een goed klimaat voor bedrijven in de online sector? Want jij bent teruggekomen uit Amsterdam. Daar heb je de tijd een onderneming gehad. Ja. Je bent teruggekomen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Waarom ben je teruggekomen en hoe ziet dat klimaat er dan uit? Nou, ik had afscheid genomen van mijn bedrijf Paylogic. En toen werd ik gevraagd voor een klus hier. En ik kom hier ook vandaan. Ik ben geboren in de stad. En toen heb ik Groningen heel anders ervaren als toen ik hier studeerde. Toen ik hier studeerde had ik al het gevoel dat de wereld aan mijn voeten lag. Maar eigenlijk doordat Groningen de blik heel erg naar buiten heeft gericht van natuur, omdat het een provinciestad is,
Maar ook omdat kennisontwikkeling hier een centrale rol speelt met de Rijksuniversiteit, de Hanse Hogeschool, het UMCG. Maar ook kennis als het gaat om alles wat betreft energie. De Gasunie zit hier. Healthy aging. Healthy aging speelt ook een rol natuurlijk, maar dat is vanwege de UMCG, maar ook de aardbevingproblematiek die hier speelt. Ja. Ik heb het ervaren als een hele ruime omgeving. En ondernemerschap heeft ruimte nodig, talent heeft ruimte nodig. Niet voor niets heet Groningen City of Talent. En ik heb het gevoel gehad, en dat is ook waarom ik het prettig vind om te ondernemen hier. Overigens met Paylogic hadden we hier ook het development tak zitten al. Onder andere GetLogic is daaruit voortgekomen. Maar ja, Groningen levert hooggeschoolde mensen op. En dat is dus natuurlijk prettig om die vroeg te betrekken bij de onderneming. Dus je kan hier, mensen hebben wel vaak zoiets van, als je hier klaar bent met studeren, moet je naar het Westen om je ambities te kunnen vervullen. Nou, dat is in een aantal dingen, zou ik zeggen, misschien is het juist wel andersom. Als het gaat om alles wat je bedenkt op het gebied van energie en healthy aging, maar zeker op het gebied van IT. Ja, is ontzettend ja te knikken. Ja, hij zegt goede dingen. Ja, oké, want valt elkaar in de reden, hè, als je het met elkaar eens bent. Maar kom. Ja, tot nu toe gaat het heel goed. Ja. Maar even puntje bij paaltje, blik naar buiten, internationaal. En niet te veel lullen en vooral heel hard poetsen. Ja, en dat bedoel ik ook een beetje met wat ik in het begin zei. Kijk, Groningen is in die zin ook een community waarin veel mensen elkaar kennen. Dus is er voor mijn gevoel, maar ik hoor het graag als het anders is, is er ook niet zoveel ruimte voor cowboys of mensen die zeg maar dingen dan met veel poeha beloven en vervolgens niet kunnen waarmaken. Of heel veel, wat je in de Randstad echt nog wel eens ziet. Wat suggereer daar eigenlijk? Ja, dat. Nou, wat jij nu, wat we allemaal... Het, he, er staat een olifant in de kamer, hè? Maar ik bedoel zo. Dus hè, dat in de Randstad meer poeha is en kijk eens wat ik kan. En dat je niet zeker weet of ze het waar kunnen maken. Terwijl ik denk dat Groningers over het algemeen wel, Noorderlingen überhaupt, meer bescheiden zijn in wat ze doen of wat ze kunnen. Ja, maar is dat goed? Nee, we hebben te weinig. We hebben het misschien wat te weinig. Nou ja, zo. Dus dat zou best wel eens wat meer mogen. Dus ik heb geen zin in chargeren. Er zijn wel allemaal tegenstrijdigheden in dat verhaal wat jullie vertellen, hoor. Want aan de ene kant poneer je het als een positieve eigenschap dat je een beetje bescheiden bent. Nee hoor. Tegelijkertijd hoorde ik net tijdens het eten aan tafel dat er hier in Groningen nooit iemand een honderden miljoenen bedrijf opzet. Want ik denk, daar heb je misschien wel een beetje Amsterdamse arrogantie dan. Nee hoor, ik zeg dus ook niet van het is alleen maar positief. Ik bedoel, het is een medaille met twee kanten. Ik vind best wel dat we hier in Noord-Nederland, we hebben het nu over stad Groningen, maar Noord-Nederland sowieso best vaker kunnen zeggen, moet je zien wat we doen. Of doen we goede dingen, maar het is erg in de natuur dat men niet borstklopperij doen. Beetje relativeren. Juist. Erg. Toch, aan de andere kant zijn natuurlijk wel de meeste bedrijven, als je bij onze groep kijkt, van iedereen moet het hebben natuurlijk van heel Nederland. En met name de Randstad, waar je zei het aan het begin natuurlijk, van de meeste rijen heen en weer. Nou, ik denk dat bij heel veel van de bedrijven, dat de meeste business zit in de Randstad. Ja. Alleen ze opereren vanuit Groningen. Ja. En ik zou me dan kunnen voorstellen dat als je dat toch al hebt, dat het juist eigenlijk voor bedrijven makkelijker wordt om een internationale blikveld te hebben. Of je nou die 2 uur rijdt of die 2 uur... Dat is wat Rutger ook zegt. Ja. Dat is wat we met de IS ook doen. Nederland is totaal niet interessant voor IS, want hoeveel Google Glasses... Ja, een beetje interessant, maar... Ja. Nee, maar dus wij richten ons op payment solutions for wearable technology, smartwatches, Google Glass. En daar, die markt in Nederland is niet groot, maar wereldwijd wel. En het product is gewoon direct wereldwijd uitrolbaar. En dan zie je ook dat een aantal bedrijven, zonder dat je nou dat ease als focus moet hebben, maar een aantal bedrijven ontwikkelen dat samen. Als start-up. En het blijkt daar ook heel mooi een project in te kunnen bouwen zonder al te veel. Ja, en dat is natuurlijk ook de kracht van online. Hè? Want we hebben niet meer per se die beperking van locatie. Vandaag hebben wij dus eerder gesproken met 2 mooie voorbeelden, denk ik. Die minuten binnenschieten, Crowdy News en Data Provider. Allebei zeer internationale bedrijven. Ja. Volgens mij eigenlijk helemaal geen focus op Nederland. We hebben misschien wel een paar klanten, maar dat is eigenlijk helemaal niet een ding. Is dat wat je ook bij de online ondernemers merkt? Of zijn er toch wel heel veel Nederlandse bedrijven gericht op een Nederlandse afzetmarkt? Je ziet het, maar ik denk toch nog wel relatief te weinig. En naar mijn idee heeft het natuurlijk te maken van, het is heel makkelijk om een breed perspectief van de wereld te hebben. Het is heel makkelijk om je website te vertalen in een paar andere talen. En te kijken naar andere landen. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk best wel een stuk kapitaal nodig. En enorm veel tijd. En enorm veel
kennis, dus eigenlijk ook netwerk in andere landen, om het echt aan de praat te krijgen. En uiteindelijk heb je, ja, zit je dan toch wel op het gebied van geld te kijken. En dat zie je toch wel, dat veel bedrijven het redelijk vanuit eigen middelen doen. Dus niet grote investeringsrondes hebben. Waardoor het allemaal nog een beetje in de marge blijft. In Nederland doen ze het goed, in een gedeelte van Europa. Maar wil je echt een grote internationale partij worden, ja, dan moet je ook flink van de daken schreeuwen. Ja, we hebben Dirk-Jan Huizing, die, een van onze vaste kijkers, die klaagt. Want die vindt het contrast tussen 0,50 en 0,20 totaal niet interessant. En vindt dat we naar de inhoud moeten. Nou, laten we het daar dan even over hebben. Ja. Ik ben het wel met hem eens, ja, eigenlijk, hoor. Ja. Als je het echt over de inhoudelijke kant van het verhaal gaat hebben. Ja. Een vestigingsklimaat, een start-up klimaat. Hoe werkt dat dan hier in Groningen? Is bijvoorbeeld vanuit de gemeente, is er financiering en subsidiering voor, jawel, ja, voor broedplaatsen, voor start-ups en dat soort dingen? Ja, ik weet onder andere bij Launchcafé, dat zit in de binnenstad, daar doet de gemeente actief mee. Dus ik kan niet goed achter de scherm kijken, maar ik weet wel dat ze actief meedoen. Maar moet ik even nadenken wat ik erover kan zeggen. Daar zijn ook nog wel punten voor verbetering, zeg maar. Maar ik weet wel dat de gemeente meekijkt en de NOM en dat soort partijen, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, die kijken wel mee, goh, wat zouden we daarin kunnen betekenen. Internet Valley, maar ik weet niet hoe de staat van, hoe dat er op dit moment voor staat. Dus er zijn wel... Het project is afgelopen, volgens mij. Oké. Okay. Ja. Nou, dus ik weet dat het Landscafé bekend voorbeeld. Je hebt ook Value 050, hè, van de RUG en de Hans Hogeschool, waar studenten die een goed idee hebben voor een start-up, die kunnen daar gewoon in een incubator een start-up ontwikkelen. Ja. De RUG en de Value 050 staan ook in verbinding met financiers. Zodat als er een volgende fase nodig is, daar ook geld bij kan. Target Holding van de RUG, die alles wat betreft big data. Overigens, hier is een infoversum gekomen dat die big data visualiseert. Afgelopen week geweest kun je dus gewoon real-time door alle S-ROM data heen. Dus zeg maar alles wat vanuit de ruimte hier in Drenthe binnenkomt. Dat kun je gewoon real-time in een 3D-planetarium zien. Dat soort dingen. Nou, alles wat betreft dat soort dingen, daar wordt gewoon geld in gestopt. Dus wat dat betreft, kun je best wel een onderneming hier heel goed vestigen. Ik denk dat voor een start-up het ook belangrijk is dat de kennis aanwezig is. En dat de vestigingskosten niet te hoog zijn. Als ik kijk naar mijn eigen start-up, in de stad en ook de binnenstad is goedkope huisvesting te vinden. Er zit geen subsidie op of wat dan ook, maar die is gewoon te vinden. Dat is gewoon beschikbaar. En meubeltjes en noem maar op, dat heb je ook zo bij elkaar getwitterd, is mijn ervaring. Dus ja, wat dat betreft kun je hier eigenlijk voor een appel en een ei gewoon een start-up beginnen. En zijn alle faciliteiten aanwezig om je stappen verder te helpen. Ja. Of het nou een NOM is, of een incubator, of een loungecafé, waar ZZP'ers ook bij elkaar komen met heel veel kennis. En wat je ziet is dat men al heel snel bereid is om gewoon goed met je mee te denken. Ja. En om je te helpen bij een volgende stap. Ja. En dan is geld niet het eerste waar men naar kijkt, maar zijn we met iets gaafs bezig. Ja. En dat merk ik heel erg. Ik kijk bijvoorbeeld bij Twilight, hè. Die komt bijvoorbeeld vanuit Loungecafé, hè. Daar zijn ze gestart, maar ook als Attaching It. Dat waren jongens die zaten bij het Launchcafé met z'n allen aan tafel. En toen ze 10 gigabyte wouden ze dan sturen. Dus WeTransfer was niet genoeg. Hoe doen we dat? Toen hadden ze eerst bedacht, stuur die shit.nl. Dus dat was echt heel tof. Zo in elkaar gemaakt. Een paar weken, ik weet niet hoe lang het duurde. En die kwamen uiteindelijk in zo'n programma van Microsoft. En dat heet nu heel netjes Attaching.it, zeg maar. Ja. Omdat stuur die shit. Ja. Dat was zo. Nee, maar ik weet ook wel dat er lijnen bijvoorbeeld zijn gelegd, onder andere met gemeenten. Dus ik heb wel het idee dat daar dat we wel een heel positief klimaat wat dat betreft zitten. Ja, in de start-up scene heb ik ook wel het idee dat er van allerlei leuke initiatieven zijn. Maar? En ik denk ook dat de basis van een goed klimaat zijn wel het hebben van een universiteit of van scholen. Maar ik denk wel dat zodra je die start-up fase voorbij bent, dat er dan toch wel vaak een kritisch punt komt. Want uiteindelijk dat was mijn volgende vraag. Ja. Op een gegeven moment heb je geld nodig. Nou, niet alleen geld, maar je hebt ook kwalitatieve medewerkers nodig. Je hebt mensen nodig met een stukje kennis, met een stukje bagage. En natuurlijk voorzien de universiteiten echt wel in jongens die hier toch wel willen blijven.
Ik vind wel een heel groot deel gaat nog weg, omdat ze nog steeds denken dat Groningen hun niet zou kunnen bieden wat ze in hun hoofd hebben. Van de Randstad, daar moet ik naartoe, of ik moet tegenwoordig naar Londen of Berlijn, noem het maar op. Terwijl het in Groningen wel te vinden is. Dat is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid die we moeten nemen. Maar zo net had je bijvoorbeeld over het programma City of Talent, vind ik nog steeds een hele mooie van. Ik denk als je buikrop telt wat er in... Nee, precies. Maar dan gaat het om het marketingverhaal. Ja. Om mensen en verhalen zoals jij. Want als je eigenlijk 20 bent of 22 of 24 en je wil niet naar Berlijn of Londen, dan klopt het toch iets niet. Ik bedoel, het is toch logisch. Dat klopt. Het is goed dat je die kant op, maar het zou heel mooi zijn dat je op een gegeven moment wel aan mensen kunt laten zien van, hey, weet je wat hier in de stad gebeurt? Weet je wie hier zitten? En dat je daadwerkelijk ook denkt, oké, dit is een leuk bedrijf om misschien de eerste jaren alvast te beginnen. Misschien ga je daarna door naar Berlijn, wat zou natuurlijk uiteindelijk het allermooiste en is natuurlijk dat je mensen weer terughaalt. Dat mensen vijf jaar in Amsterdam hebben gezeten, daar veel ervaring hebben opgedaan en vervolgens weer teruggaan. Ja. Maar zo net kwam dat hele verhaal met City of Tel, wat inderdaad een marketinginstrument is, maar het hele online gebeuren wordt er ook helemaal niet in genoemd. Hè. Dat wordt gefinancierd vanuit een paar grote organisaties en dat zijn onze talentorganisaties. Maar ik denk dat er best wel heel veel kleine organisaties zijn waar tussen de, laten we zeggen, 20 en 100 man werken, die eigenlijk dringend op zoek zijn naar 10, 20, 30, 40 man om de volgende stap te nemen. En daar ligt denk ik in Groningen toch wel een uitdaging om die volgende stap te nemen. Ja. Grun en Rox zegt, er zijn hier vast ook relatief goedkope arbeidskrachten, is dat zo? Nee. Ik geloof, dat weet ik niet hoor. Of dat zo, ik weet wel dat IBM zit nu sinds een jaar of zo, anderhalf hier in Groningen met een kantoor aan... Ja, ik hoorde dat toen ze kwamen dat iedereen hier bang was dat je goede mensen zouden weglopen naar IBM. De arbeidsvoorwaarden zijn gewoon anders en die zijn voor sommigen zeer positief. Maar uiteindelijk zie je daar ook alweer heel snel, dat was in het begin een beetje een hype en je hoorde bij een aantal partijen van, wow, nou, ze zitten goed met de secundaire arbeidsvoorwaarden, goede salarissen. Maar ja, uiteindelijk doe je het daar niet voor. Hè? Uiteindelijk ga je wel voor een organisatie waar je bij coole past, dingen doen. Die coole, interessante dingen doen. Ja. En de salarissen in Groningen liggen gewoon wel iets lager dan in een gemiddelde Randstad. Maar ja, aan de andere kant, de huisprijzen liggen dat ook. Maar, en algemeen ook. Ja. Dus ja, dat verhoudt zich wel enigszins tot elkaar. Rutger, als er één bedrijf is wat niet van jezelf is en wat uit Groningen komt, waar je zegt, hier moeten we trots op zijn met z'n allen, wat is dat dan? Dat vind ik een leuke toevoeging, die niet van jezelf is. Zoveel bedrijven. Ik bedoel, alle ondernemers die hier bezig zijn, ook de mensen die je vanmiddag hebt gesproken. Ik heb niet één favoriete bedrijf wat dat betreft. Ik denk gewoon dat men de stad met elkaar bouwt wat dat betreft. En dus, maar ik vind het gewoon wel heel gaaf wat hier gebeurt als het gaat om... wat de universiteit aan het doen is, wat de Hanze aan het doen is. Ik denk, we hebben hier in Groningen een bron onder de grond, dat heet gas. Nou, we weten niet wanneer dat precies op is, maar die kennis is aan de ene kant een bron. En eigenlijk als ik er zo over praat, dan moet ik denken aan het Prins Claus Conservatorium en ook de Minerva, wat echt een bron aan creativiteit is. En ik ben eigenlijk wel heel trots op de bronnen die we hier in Groningen hebben. Je merkt het ook in de underground scene die we hier hebben, wat er op het podium in Vera staat. En nou goed, de festivals die hier georganiseerd worden, een Noorderzon, een Noorderslag, Eurosonic, dat bruist hier gewoon. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op. En dat zie je ook dus in start-up klimaat, in de ondernemers, in het ondernemersklimaat. Dat die stad gewoon lekker bruist. Mag ik even onderbreken? Want Paul Schuren vraagt iets waar jij vanmiddag wat over zei. Over City of Talent. Ja. Mooie branding, zegt hij, zou gebruikt moeten worden om start-ups te koppelen aan established bedrijven in Groningen. Ja. Ja, dat is een van de dingen waar ik me veel mee bezig hou. Het bewust maken van aan de ene kant bestuurders van de established partijen en ook overheidsinstanties. Met het belang van wat start-ups aan het doen is. Start-ups die zijn noodgedwongen om oplossingen te verzinnen voor situaties waar ze in begeven met een hele hoge mate van onzekerheid. En de gevestigde orde lijkt steeds meer moeite te hebben met die hele hoge mate van onzekerheid. En daar kunnen partijen elkaar, dat is één van de onderwerpen waar ze elkaar kunnen vinden. Maar zo zijn er tig onderwerpen. Gebruik van ICT, gebruik van social media, internet, andere organisatievormen waar Voice ook mee bezig is. Waarbij management een hele andere rol speelt dan bij de gevestigde partijen. En dat is nou precies wat het mooie is aan Groningen. Je zit dicht bij elkaar.
Het is makkelijk om elkaar te vinden. Je hoeft niet twee uur te rijden of een uur in de file te staan om 50 kilometer te rijden. Dus wat je ook merkt is dat er een enorme open houding is in beide kanten. En nou is dat voor de start-ups iets vanzelfsprekender dan voor de gevestigde partijen. Maar om van elkaar te gaan leren en om ook nieuwe dingen te ontwikkelen. De NOM heeft bijvoorbeeld een fonds van 50 miljoen, waarbij je als twee gevestigde partijen een nieuw idee hebben in een start-up willen onderbrengen, kan daarin geïnvesteerd worden. Nou, dat is geweldig. En daar kunnen start-ups ook wat aan hebben. Heb je nog vragen die we mee moeten? Op dit moment niet. Oké, nou hartstikke goed. Dan wil ik alleen nog even voor jou vragen, Tjitse. Als er één ding is dat hier moet veranderen om het klimaat nog beter te maken, wat is dat dan? Ik denk toch het bewustwording dat er in Groningen best wel heel veel gebeurt. En met name, ja, ik geloof, start-ups zijn heel belangrijk voor de stad. Maar uiteindelijk heb je ook weer de volgende fase. En in de volgende fase heb je juist nodig bedrijven groter worden. En dat er juist honderden of duizenden medewerkers gaan werken. En ik hoop dat Groningen daar ook meer in gaat doen. Om naar die start-up ook dat stapje hoger en dat stapje groter. Ja, en Jarno, jij nog een over dezelfde vraag, maar heel kort ook? Nou ja, ik had liever die andere vraag gehad, zeg maar. Ja, ik heb een andere vraag voor jou. Oké. Okay. Hoef je dezelfde niet te beantwoorden. Okay. Van Lieke de Vries. Nee, sorry, van Mark Vletter. Ja. We missen in heel Nederland de billion dollar companies. Dat kunnen wij niet goed. Wel in Scandinavië of in Amerika of overal. Dat geldt daarmee ook voor Groningen. Missen we die kennis in Nederland en dus ook hier? Oh, dat vind ik een lastige vraag. Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat kan overzien om daar echt iets zinnigs op te zeggen. Zit er wel, zou je zien? Ja, ik, nou... En Rutger loopt zich ook alweer warm. Maar we missen... Ja, dat is niet erg. We missen in ieder geval dat iemand het aandurft. En dat we de volgende stap erin willen nemen. Want je hebt gewoon heel veel mensen nodig met kennis en ervaring die samen proberen dat bedrijf op te zetten. En daar is natuurlijk geld en er is kapitaal en er is kennis voor nodig. En ja, dat... Daarin zijn we toch wel wat terughoudend. En ik hoop dat er bedrijven en personen zijn die eigenlijk personen hebben die stap willen nemen. Oké, dankjewel. Wij hebben een ontzettende leuke dag hier gehad. Met ontzettende leuke bedrijven en ondernemers. Dus, en ik merk nog steeds ook om me heen allerlei mensen die willen studeren. Alleen daar al voor blijft Groningen een fantastische stad. Merk het is volgens mij de stad met de meeste cafés. Ja. En vooral de lange openingstijden. Dat is toch wel heel erg lekker. Ach, die avondjes blijven heel lang. Je kan helemaal kapot. Echt. Ja, dat is in Amsterdam echt afschuwelijk. Ja, nee, daar heb je hier nooit een probleem aan. Moet je in bed liggen. Ja, dat is heel erg. Ja, dat is ook verstandig. Ja. Oké, jullie ontzettend bedankt. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Thuis blijf hangen, want we gaan zo direct nog twee uitzendingen hier vandaan maken. Maar ik mag vandaag heel veel bedrijven bedanken die het mogelijk hebben gemaakt, mede mogelijk hebben gemaakt dat wij hier kunnen zijn. Dat is natuurlijk de plek waar we verblijven, EMG Factors. Mooi industriepand, zeg maar. Streamzilla is al 3 jaar lang onze streaming provider. Komt natuurlijk uit Groningen. Mooi bedrijf. Voice, ja, prachtbedrijf. Ja. Voice, ik vind die slogan nu zo mooi, dus die zeg ik er steeds bij. Voice. De aanbieder van zakelijke telefonie. Social Media Club, Groningen heeft een handje geholpen. Het Mercure Hotel. En het laatste rijtje, daar ben ik het meest van onder de indruk vandaag. Dat klinkt zo groot namelijk. En ik moet ook namelijk bedanken de Europese Unie, het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank.